Kent je zo van die mensen die leeuwen zo. Zo eten? Maar echt niet fucken met die mensen. Die mensen zijn echt fuck. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag een vrij korte video, omdat ik gewoon zo iets klein, simpel wil uitleggen, maar wat wel zo nuttig is en wat wel zo veel impact gaat hebben op je leven. En vooral op je schoolleven en hoe je leert en zo. Dat is zo een beetje een lifehack van hoe je beter kunt leren. Oké, maar dus in 2014 is er in Princeton University hebben ze een onderzoek gedaan naar hoe mensen leren. Dus ze hebben een klas opgedeeld in twee groepen. En tegen één groep zeiden ze, jullie mogen alleen studeren met de hand. Dus jullie mogen alleen maar old school met uw hand op papier schrijven. En zo uw notities maken en zo dingen volgen en zo. Dus die eerste groep was zo, ja, yeah, what the fuck, waarom? Dat zie ik onhandig, dat is kei onlogisch, want je moet dan kei veel meer moeite doen. Mogen we dat niet gewoon typen? En ja, dat is kei onefficiënt. Maar oké, okay, dus zij moesten gewoon alles met de hand doen. Ook al is dat minder efficiënt. En dan aan de tweede groep zeiden ze van, ja, jullie mogen al jullie notities maken met een laptop. Allee, gewoon met een toetsenbord gewoon typen zoals er daar normaal werd gedaan. En wat er dan bleek, nadat die lessen gedaan waren, is dat de mensen die mochten typen, hadden twee keer zoveel notities ongeveer. Dus die hadden dubbel zoveel notities gemaakt. Gewoon omdat die het makkelijker hebben met dingen op te schrijven. Die moeten minder moeite doen om met hun hand en hun pen te schrijven. En toen keken ze naar de resultaten, naar de punten van die mensen. En de groep die met de hand had geschreven, had dubbel zo'n goede punten als de tweede groep. Die alles met een laptop had geschreven. En dan denk je misschien van, hè, hoe kan dat? Want die met de laptop hadden toch meer notities kunnen maken. En dan waren ze van, oké, misschien was er iets mis. En misschien hadden de mensen met handgeschreven notities het gevoel dat ze het nog niet goed genoeg hadden gesnapt. En had groep 1 gewoon meer thuis geleerd dan groep 2. Dus dan hebben ze nog twee extra testen gedaan. Eentje direct na de les en eentje een onverwachte test een week erna. En op alle twee die testen had weer de eerste groep dubbel zo goed als de tweede groep. En wat wil dat nu zeggen? Wat betekent dat? Hoe meer moeite je iets doet, hoe beter dat in je hoofd komt. En in dit geval is dat dus hoe meer moeite je doet om het op te schrijven, hoe meer pijn je hebt in je hand, omdat je al die handbewegingen moet maken. En omdat je dan nieuwe bladeren moet halen. En meer moeite doen leidt tot het beter te kunnen onthouden. En dus, het is niet de hoeveelheid dat je iets doet. Het is de moeite dat je doet, dat je iets gaat onthouden. Dus, je kunt 50 minuten in een les zitten, maar nul moeite doen. En gewoon de hele tijd zo zitten en niet echt nadenken. Misschien wel luisteren, maar je doet geen moeite. Maar dat brengt niks op vergeleken met als je zelfs al maar 5 minuten van je les echt veel moeite zou doen om bijvoorbeeld dingen op te schrijven of bijvoorbeeld na te denken, dan zou dat al veel beter in je hoofd komen. En dus alles komt terug bij die moeite doen. Je moet moeite doen voor iets te leren. Je kunt niet iets leren zonder er moeite voor te doen. En versta mij dus niet verkeerd, je moet niet iets opschrijven voor iets te kunnen leren. Iets opschrijven kost gewoon veel moeite en is dus een goede manier om iets te leren, omdat het veel moeite kost. Je kunt van alles doen wat moeite kost. Je kunt ook bijvoorbeeld over het onderwerp praten met iemand. Je kunt een gesprek voeren met iemand gewoon omdat dat moeite kost. En als dat daarover gaat, dan leert je dat, omdat dat moeite kost. Je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen aan je leerkracht, omdat dat moeite kost om een vraag te stellen. Je kunt bijvoorbeeld het gewoon nog eens opzoeken op internet. Ook al weet je het al, het is allemaal een kwestie van moeite doen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor dingen wat je op school leert. Je kunt nu bijvoorbeeld gewoon deze video kijken en niks doen. En het gewoon zo laten en er even over nadenken. Dan ga je er ook waarschijnlijk niks van leren. Als je nu een blad papier pakt, je doet dus al moeite. Je pakt een pen, dus je doet nog meer moeite. Je schrijft op dat blad met de pen waarover deze video gaat. Nog meer moeite. Dan is de kans heel groot
dat je wel iets gaat overhouden van wat ik nu zeg. En ja, oké, okay, dus dat kost moeite inderdaad. Maar dat is dus het hele ding. Je moet dus moeite doen om iets bij te leren. Maar dus ik heb dit net zo voor het eerst gezien eigenlijk. En wat misschien ook wel een tof ideetje is voor jullie, alleen wat ik in ieder geval ga doen, is ik ga een leerboekje bijhouden. Dus een boekje, gewoon een paar losse blaadjes, gewoon iets klein. En telkens als ik iets hoor in een podcast of als ik iets zie op straat waardoor ik iets leer, dan schrijf ik gewoon dat in dat boekje. Of op een random blad of zo. Gewoon dat je moeite doet. Anders is dat gewoon één oor in, andere oor uit. Je moet die moeite doen om iets te leren. En ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het is heel simpel. Ik kan het nog een paar keer herhalen. Je moet moeite doen om iets te leren. 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 Maar ik denk dat jullie het nu wel begrijpen. Hoe meer moeite je doet, hoe meer je leert. Onthoud dat. En doe moeite om nu iets random te doen om dit te onthouden. En dat is alle informatie die ik kon meegeven vandaag. Dus tot morgen. Doei!